Hoi, leuk dat je kijkt naar een video van Digileerkracht. Mijn naam is Shirley en ik zal jullie vandaag vertellen hoe je in Scratch poppetjes kunt laten praten en kunt laten nadenken. En daarvoor hebben we natuurlijk Scratch nodig, dus ik pak gauw even mijn laptop erbij. Allereerst gaan we het poppetje laten praten. En nu denk je misschien, als je aan praten denkt en je kijkt naar de categorieën die in Scratch staan, dat je naar de categorie geluid moet. Dat is ook wat veel van de kinderen denken. Echter is het zo dat we met praten in dit geval bedoelen dat er een tekstwolkje komt. Eigenlijk net zoals in een strip. En we kunnen dit doen door een blokje te gebruiken die staat in de categorie uiterlijke. Dus daar ga ik nu ook heen. Ik ga naar de categorie uiterlijke, de paarse categorie. En ik zie gelijk bovenaan twee zegblokjes staan. Ik sleep ze allebei even in mijn programmeervlak. Zeg hallo 2 seconden. En ook het blokje zeg hallo. Je ziet dat hier iets verschil in zit, maar je vraagt je misschien af, hoe gebruik ik deze twee verschillende blokjes? Ik ga ze even demonstreren door er een keer op te klikken. En je zag nu, ik klik op zeg hallo 2 seconden, tot de kat 2 seconden hallo zegt. Nu ga ik op het andere blokje klikken, zeg hallo. En dan zien we dat het blokje blijft in beeld staan. Die gaat helemaal niet weg, dus Scratch is nu aan het wachten op een volgend commando. Je wil misschien ook wel meer dingen gaan zeggen dan alleen hallo. Dus ik ga nu een kort gesprekje maken. En daarvoor verwijder ik heel even dit blokje. En dat doe ik door naar de zijkant te gaan, daar los te laten. En ik plak nog even zo'n zeg hallo 2 seconden onder de andere. En als ik hier zo op het hallo klik, dan selecteert hij ook en kan ik er een andere tekst neerzetten. Dus ik ga hier nu zeggen, hoe gaat het met jou? En dat laat ik ook voor 2 seconden staan. Als ik nu weer dit hele setje aanklik, zie je, Karel zegt hallo. En daarna zegt Karel, hoe gaat het met jou? En daarna verdwijnen de tekstwolkjes. Dat kunnen we dus een aantal keer achter elkaar doen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen, is vandaag lekker weer. Nu klik ik er weer op en dan zien we dat de kat dus zegt hallo, hoe gaat het met jou? En daarna, het is vandaag lekker weer. Als je wilt dat de tekst langer in beeld blijft, dan kun je dat doen door de 2 seconden aan te passen, bijvoorbeeld naar 5 seconden. En als we dan het programma starten, dan zien we dat het hallo langer in beeld blijft. En dat is vooral nuttig als je langere stukken tekst toevoegt aan het programma. Dan is 2 seconden soms niet snel genoeg om de hele tekst te kunnen lezen. En je kunt dit natuurlijk ook aanpassen naar het leesniveau van de kinderen. Dus dit is hoe je de zegblokjes gebruikt. We gaan ook nog even naar de andere. De zeg hallo. Dan halen we dit eventjes weg. Wat nou als we dit blokje gebruiken? En we plakken hier eentje aan. Hallo. We laten weer even zeggen, hoe gaat het met jou? Als ik nu dit programma start, dan gaat het programma dus door zeg hallo en door zeg hoe gaat het met jou. Maar er staat geen tijdindicatie bij. Ik ga er even op klikken, zodat je kan zien wat er gebeurt. Wat we nu zien is dat de kat alleen maar zegt, hoe gaat het met jou? We zagen helemaal niet het stukje hallo in beeld komen. Ik zal er nog een keer op klikken, zodat je het ziet. Zie je hem? Je ziet echt alleen het laatste. Hoe komt dat dan? Scratch voert de blokjes van boven naar beneden uit. Komt als eerste zeg hallo tegen. En gelijk daarna, hoe gaat het met jou? Dus het gaat zo snel dat de blokjes achter elkaar gelezen worden, dat wil dat hallo helemaal niet zien. Wil je nou wel dat hier een pauze in zit, dan zou je eventueel nog een wachtblokje kunnen gebruiken. Die vinden we bij besturen. Ik ga erheen. Bovenaan staat wacht 1 seconde. En die stoppen we er tussen. En als ik nu dit programma uitvoer, dan zegt de kat eerst hallo, wacht dan 1 seconde en zeg daarna hoe gaat het met jou. Klik er even op
Dus nu zien we wel dat de kat twee dingen achter elkaar zegt en de laatste weer blijft staan. We hebben nu dus gezien hoe we een kat met tekstblokjes kunnen laten praten. Ik zal ook even laten zien hoe dat dan met het denkblokje zit. Ik verwijder het huidige programma. Ik ga naar uiterlijke. Dus weer terug naar de paarse categorie. Ik pak weer even de zegblokjes erbij. Zodat we zien hoe deze eruit zagen. En nu pak ik de denkblokjes erbij. Die zet ik er even onder. En wat je ziet is dat deze blokjes heel erg op elkaar lijken. En ze werken eigenlijk ook precies hetzelfde. Dus de denk 2 seconden, die wordt weer 2 seconden getoond. Terwijl als ik op de denk klik, dan blijft het denkblokje staan. En dat gaan we dus ook nu even laten zien. Dus ik klik nu op de denk 2 seconden. En je ziet dat het zegblokje verdwijnt. En dat er vervolgens wordt gedacht voor 2 seconden. Dus nu op de denk klik. Dan zien we dat er een denkblokje verschijnt en dat deze blijft staan. Dus op deze manier kun je bijvoorbeeld als je een verhaaltje maakt, kun je poppetjes iets laten zeggen, maar je kunt ze ook iets laten denken. Misschien vraag je je af of het wel mogelijk is om in Scratch alsnog poppetjes iets hardop te laten zeggen. Dat kan wel, maar dat zit net iets verder verborgen in Scratch. Als je bijvoorbeeld naar de categorie geluid gaat, dan zie je dat je van alles kunt doen met geluidjes, maar er staat niks in over hoe je tekst kunt omzetten naar geluid. Daar heb je namelijk andere blokjes voor nodig. Ik ga nu dus nieuwe blokjes toevoegen in Scratch. En daarvoor ga ik hier onderin naar dat blauwe blokje met dat plusje. En als ik daarop klik, dan komen er allemaal nieuwe blokjes tevoorschijn. En eentje daarvan is tekst naar spraak. Daar gaan we even op klikken. En als we dat doen, dan zien we dus dat er 3 nieuwe blokjes zijn toegevoegd aan onze Scratch-omgeving. Daar staat ook een zegblokje. Ik sleep deze ook naar het programmeerveld. En als ik er nu een keer op klik, hallo, dan hoor je dat er hallo wordt gezegd. Ik zal mijn geluid iets harder zetten. En nog een keer afspelen. Hallo. Dus je hoort nu dat er wordt gezegd wat er staat. Ik kan deze tekst ook aanpassen. En bijvoorbeeld, hoe gaat het? Hoe gaat het? En je ziet dan dat er, je hoort vooral eigenlijk dat er dan wat gezegd wordt. Je kunt ook nog de stem veranderen. Ik klik hem er even boven, want ik wil eerst de stem veranderen en dan pas dat Scratch iets gaat zeggen. En dan kun je dus bijvoorbeeld kiezen voor de reus. En als ik nu op het blokje klik, dan krijg je dus een andere stem. Ik zal er nog even eentje doen, dus ik klik hier op reus. Ik ga even naar katje. Miauw, miauw, miauw. Dan krijg je dus miauw, miauw, miauw. Ik zet hem nu even terug op alt. Je kunt ook de taal nog veranderen. Ik pak nu het blokje. Stel de taal in op Nederlands. Zet ik weer voor de tekst, omdat ik wil dat hij eerst de taal verandert en daarna pas iets gaat zeggen. En als ik hem nu bijvoorbeeld verander naar Engels. How God has. Dan hoor je dat het heel anders wordt uitgesproken. Dus op deze manier kun je ook in verschillende talen kun je het poppetje iets laten zeggen en dat de uitspraak dus in ieder geval redelijk goed te horen is. Ik hoop dat je dit een nuttige video vond. Mocht je nou vragen hebben over het laten praten en laten denken van Scratch-poppetjes, laat het dan vooral hieronder in de comments weten. En ook als je een vraag hebt over een ander blokje of dat je graag een bepaalde video zou willen zien, laat het ons weten en wie weet komt die binnenkort online. Tot de volgende keer!